Welkom bij deze nieuwe video. Ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over de Nuki Smart Lock. Afgelopen zaterdag was er bij het televisieprogramma Kassa een item over dit slot. En daarbij ging het over de veiligheidsrisico's. Hun stellen dat je makkelijk toegang kan krijgen via dit slot, via de pairingsmodus, de Bluetooth pairingsmodus. En dit is te doen door de knop op het slot in te drukken een paar seconden en dan gaat hij automatisch in de pairingsmodus. En daarmee zou een kwaadwillende van buitenaf toegang kunnen krijgen tot dat slot en daarmee jouw deur kunnen openen. Ze liet in het filmpje zien dat je met een speciale hengel via de brievenbus die knop bijvoorbeeld zou kunnen indrukken. En dan komt hij in pairingsmodus en de kwaadwillende voegt zijn telefoon naartoe en dan kan hij je huis in. Ook is bijvoorbeeld Albert Heijn is een proef gestart, of die hebben een proef gehad, waarbij de bezorger toegang heeft tot dat slot en daarmee de boodschappen kan afleveren. Nou zeggen ze in het item bij kassa dat die bezorger natuurlijk dan ook die knop van binnenuit kan indrukken een paar seconden en een privételefoon kan koppelen en daarmee ook weer toegang kan krijgen tot je huis. Dat is natuurlijk allemaal niet de bedoeling. En nou staat de Bluetooth pairingsmodus in de Nuki app altijd standaard aan. En daar wordt niet echt op gewezen om dat uit te zetten of hoe je dat uit moet zetten. Je krijgt ook geen melding als er een nieuw apparaat is gekoppeld of iemand de deur heeft geopend. Dus ja, die instellingen is even handig om aan te passen. En dat wil ik jullie in deze video gaan laten zien. Dus laten we eventjes naar de smartphone app gaan en dan laat ik zien hoe je deze instellingen kan aanpassen. Oké, open de Nuki app. En dan ga je naar het hamburger menu linksboven in de hoek. Dan tik je op instellingen. Dan ga je naar Smart Lock beheren. Vervolgens scroll je omhoog tot Bluetooth pairing in beeld komt en dan zet je het schuifje erachter zet je op uit. En hiermee zorg je dat de Bluetooth pairingsmodus uitgaat en dat het slot alleen nog maar te koppelen is door middel van een uitnodigingscode. Zo, nu we deze instellingen hebben aangepast is jouw Nuki Smart Lock weer een stukje veiliger geworden. Nu kan je dus alleen maar via de aanmeldingscode die je zelf moet versturen een slot koppelen. Dus ja, mocht je nou in de vakantie een buurman of een buurvrouw even toegang willen geven tot je huis, kan je een code sturen en daarmee toegang geven tot je huis. En is het niet meer mogelijk om die knop in te drukken en dan een telefoon te koppelen. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En wil je dit nou allemaal eventjes rustig terug nalezen? Kijk dan op www.homiecornelissen.nl. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.